dokter Brugada. Goh, wauw zeg. Jij redt echt mensenlevens, hè. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, alweer een dramatische geval. Jullie moeten het zich wel voorstellen, maar dat betekent voor de ouders, voor de vrienden, voor de ganse club ook. Hè. Absoluut. Plots iemand die in wezen gewoon gezien wordt als een van de meest gezonde mensen in onze maatschappij, een topsporter, die plots gewoon weg is op een totaal onverwachte manier. Inderdaad, dat is dramatisch. Ja, uit het niets, hè, onverwacht. Ja. Kunnen we dit voorkomen? Wel voor een groot deel wel. U weet dat ik al jaren evert voor een grondige screening van alle onze jeugd. Hè. Voor verschillende redenen. Om mee te beginnen door het feit dat we weten dat we bepaalde problemen direct kunnen herkennen en vroegtijdig behandelen. En je moet gewoon de vergelijking maar alleen maken met kanker bijvoorbeeld. Dat weet iedereen dat als je heel vroeg een kanker gaat gewoon ontdekken, dan kan je dat heel gemakkelijk en met weinig kosten, we wisten spreken, bestreden als gewoon te laat. Is, dan dat is een enorme miserie. Ja. Met weinig resultaten. Dus met het hart is juist hetzelfde. Dus hoe vroeger je gewoon gaat iets ontdekken, hoe makkelijker dat behandeld kan worden. Ja. Concreet, mijn dochters die zijn ik moet er over nadenken. Anderhalf jaar en 7 jaar. Wanneer en hoe stap je dan naar de dokter? Met welke vraag concreet? En gaan die dat dan ook doen? Gaan die dan zomaar zeggen van ja, is goed, we zullen dat onderzoek doen? Nou wel, kijk eens, dat is afhankelijk van het land dat u gaat bekijken. Als u nou ziet gewoon wat in Italië op dit moment gebeurt. Ja. Een kind, beter geworden, die kreeg een cardiologisch onderzoek. Je praat nou natuurlijk over het hart. Hè. Dus als ik kreeg naar Griekenland, dus de kinderen, voordat ze gewoon de basisschool beginnen, dus op 6 jaar leeftijd, zijn ze verplicht, en dat is ten koste van gewoon de overheid, naar de oogarts, de tandarts en de cardioloog te passen. Om te weten dat ze in orde zijn. In Italië bijvoorbeeld ook, dus als je nou gewoon wil sporten, maar nu zoiets als je amateur of gewoon op een beroepsmatige manier dat wil doen, je bent verplicht om een volledige, grondig cardiologisch onderzoek te ondergaan. En dat is ook een van de manieren waar ze gewoon de plotse doden, het aantal plotse doden in Italië, enorm hebben kunnen doen dalen in de laatste 30 jaar door de verplichte screening van de sporters. Maar u spreekt nu over Italië, maar hoe zit dat dan in Vlaanderen? Wel, in Vlaanderen zit, zoals we zouden verwachten, is heel, heel, heel ingewikkeld. Bijvoorbeeld, de wielerbond verplicht al de fietsers eigenlijk om gewoon zo'n cardiologisch onderzoek te ondergaan. De voetbalbond heeft gewoon, daar wordt gediscuteerd en gediscuteerd, maar dat hebben ze niet verplicht. Terwijl de FIFA dat verplicht. Als u leest, gewoon wat precies in de 13 punten van die gepubliceerd door de FIFA, de start staat de verplichte screening van alle voetballers, amateur of professional. Dus dat is eigenlijk, dat staat op papier, maar dat gebeurt niet. Is hetzelfde als u nou praat over bijvoorbeeld de training van onze jeugd met EHBO. Ja. Dat staat in de eindtermen, maar in de praktijk gebeurt dat niet. Of gebeurt maar in een paar gewoon scholen die dat gewoon graag doen. Ja? Ja. Dus eigenlijk, wat gebeurt er nou hier in Vlaanderen, is geen enkele duidelijke patroon, er is geen enkele duidelijke verplichting. Geen enkele, dus dus bijvoorbeeld, ik heb mensen die komen, die verplicht worden door de petankabond om gewoon een cardiologisch te ondergaan. Ja, ja, maar dat is waar. Ja. De petankabond en gewoon een fietser of een voetballer, die wordt niet verplicht om zo'n onderzoek te ondergaan. Dat kan niet. Dat is eigenlijk dus gek voor woorden. Ja, in plaats van buiken op te meten, is er wel ander werk aan de winkel dan misschien voor Magie de Broek. Ja, van een dikke buik natuurlijk, die hebben gewoon hart- en vaatziekten gekregen, maar dat op latere leeftijd. Ja. Maar we praten hier op deze jonge leeftijd, hè? Ja, dat is iets anders. Hè. Het is gewoon die mensen op zich hebben, je weet het gewoon, in Nederland is ook gewoon langs een voetballer doodgegaan. Ja. 34 jaar oud, maar goed, die was al gekend met een probleem van het hart, oké? Dus dat zijn gewoon wat we noemen de cardiomyopathieën, dat wil zeggen de ziekten van het hartenspier, hè? Die ook aangeboren kunnen zijn, maar een groot deel van deze plotse doden heeft te maken met de elektriciteit van het hart. Niet met de mechaniek, maar de elektriciteit. Dat verklaart waarom deze mensen hebben geen klachten. Hè? Totdat gewoon plots dat bliksem in blauwe hemel, daar staat hij gewoon. Dus zegt, wat gebeurt hier nou? Er is niks te zien. Ja. Ik vergelijk altijd, je ziet een prachtige auto, maakt niet zo uit welke merk, gewoon daar staan. Ja. En je stapt daarin en dan ga je gewoon starten en die start niet, want de elektriciteit is kapot. Okay. Mechanisch zie je niks.
Hè? En dat gebeurt ook met het hart. Dus we moeten het hart onderzoeken op niveau van de loodgieterij, de kransslagaders, de mechaniek, kleppen en natuurlijk ook hart en spier. Maar ook het belangrijkste op deze jonge leeftijd is elektriciteit. Wij gaan een voorbeeld nemen. Onder andere een elektrocardiogram te registreren. Dat is mooi vergeleken, nu snap ik het helemaal. Ja, ik versta het nu eindelijk ook. Dank je wel, dokter Brugada, voor jouw fantastische uitleg hierover. Ik hoop dat ze jou kunnen horen tot in de Wetstraat. Dat hoop ik echt waar. Uit mijn gans hart, dat hopelijk ook goed werkt nog. Of ik ga dat toch eens laten onderzoeken alleszins. Ja. En dat we hierbij een voorbeeld mogen nemen aan Italië en Griekenland. Dankjewel. Goeie kant. Dank. Dag.